Helemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik weer eens een mukbang. En weer een noodles mukbang. Maar deze keer heb ik er weer eentje met mijn zusje. Want ik vond het toch een beetje ongemakkelijk in mijn eentje. En we hebben nu allebei noodles. Ik bedoel, allebei noodles. Ja, zij heeft wel een ander merk dan ik. Maar het is op dit moment inderdaad zondag. Dus ik ga hem denk ik een kwartier later dan dat ik hem heb opgenomen en heb geüpload. Heb gedownload, heb bewerkt, ga uploaden een beetje dus hoe ik er nu uitzie. Maar ik kan niet eens meer mijn woorden. Maar laten we maar gewoon beginnen. Eerst even een thumbnail. Nou, morgen heb ik mijn eerste stagedag op mijn nieuwe stageplek. Dus dat is wel spannend. We zitten even allemaal van die. Die kruiden zitten op de sokken. En vertel eens over jouw schoolweek. Volgende week of vorige week? Deze week. Was op zich wel oké. Ook vind ik de klas niet heel leuk. Maar. Mijn week ging wat in me. Gisteren heb ik mijn eerste werkdag gehad na de vakantie. Dus het was wel weer even wennen. Ik had echt zoveel last van mijn voeten. Toen ik thuis kwam. Ik voel het nog steeds wel een beetje. Maar voor de rest was het wel echt wel weer leuk. En ik heb donderdag introductie gehad op school. Had je ook in mijn vlog kunnen zien. En donderdag heb ik dus ook mijn eerste schooldag. Waar ik les heb. Volgende week hoef ik dan niet te werken, want ik heb vrij. Dus dan komt er ook nog wel weer, denk ik, een video. Maar dinsdag heb ik natuurlijk komt er een shoplog online. En dus volgende week komt er een weekvlog online. Dus dat is ook leuk om te weten. Dus als je dat niet wil missen, abonneer zeker op mijn kanaal. En klik dan ook het belletje aan, want dan mis je me zeker niet. Dus ja, en heb jij nog wat te vertellen over je YouTube kanaal bijvoorbeeld? Wat doe je met je YouTube kanaal? Mukbangs en shoplogs en weekvlogs dat is en Q&A, dat is eigenlijk het enige wat nu op mijn YouTube kanaal staat. En wat wil je nog bereiken met je YouTube kanaal? Ik heb 50 abonnees. En ik wil graag 50 abonnees? En wat voor video's wil je nog maken? Kunnen we van jou verwachten? Nog meer challenges. Zeg maar niet nog meer, maar die wil ik heel graag maken. En zeg maar sister tags. Bijvoorbeeld, ik wil graag een keer een mac and cheese clip hebben op een video opnemen. Dus meer mukbangs, meer voetbal. Ja, een beetje meer van wat je nu hebt. Ja, leuk. En wil je ook nog hele andere video's maken die je nog niet hebt geüpload? Zoals een challenge bijvoorbeeld. Wat voor challenge heb je dan in gedachten? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk een challenge met een groepje mensen. Niet alleen, met z'n tweeën. Dat snap ik. Het is zelfs heel pittig. Oh. Mag ik een knopje van jou? Tuurlijk. Die van jou ziet er ook veel minder bijzonder uit. Die van jou zijn veel lekkerder. Oh ja, die was veel zouter. Gasver. Ik ga vaak ook een die kopen. Maar het is op zich wel lekker. Mooi. We hebben trouwens ook water. Ja.
lekker boek lekker water. Met een mooi rietje. Oké, ik kan nog even niet zien. Ik ga een stuk om jou. En vertel eens, wat voor film heb je hier weer gekeken? Star is Born! En dat was zo goed, dat is echt een film die ik nog wel echt vaker ga kijken. Als je hem nog niet gezien hebt, staat het nu op Netflix. Echt een aanrader. Ja, het is echt een aanrader. Het was echt een ziek goede film. Dus ik denk dat ik hem volgende week nog een keer ga kijken ofzo. Ja, het was echt mooi, het is wel zielig. Maar wel, wel echt zo mooi. Ik kan die kijken met mijn feestje. Ik ben over 2 weken, ik ben 18 september jarig, over 2 weken. Ja, minder dan over 2 weken. En aan 19 september vier ik mijn vriendenfeestje. Mocht je nou alles nog zijn en deze video kijken, en doe dan lekker een duimpje omhoog. Kijk je nog hoeveel doen in je film? Bijna 7 minuten. Wil ik ook een keer ASMR opnemen? Oh, dat is moeilijk hoor in je eentje. Dat is best wel ongemakkelijk. Vanavond gaan we... Wat gaan we vanavond kijken? Ja. We hebben nog maar 18 afleveringen te gaan. Maar 18? Nog maar 18, ja. Dat is niet veel hoor. Dan zijn we echt binnen 2 weken doorheen. 3 weken. En dan, wat gaan we dan kijken? Tales of the City. Met Ellen Page. Woehoe! Toch? Zelf zin in. Eigenlijk wil ik mezelf kijken, maar Nikki wil hem ook zien. Dus kijk, gewoon lekker samen. Als je trouwens niet bent van wie ik dit stuk om heb, nu zeker op mijn zuskanaal, kan je ook volgen op de media. Maar misschien kan ze ook zoiets moois voor jou maken. Wel tegen een klein prijsje, maar dan heb je ook wat. Gewoon mijn nee. Zo. Nee maar. Dat is hem volgens mij. Je ziet het kleurverschil. Volgens mij is dat hem. Drop something. You dropped the noodle. Chicken noodle soup. Gonna go when you're around. Nou, gaan we nu een chicken noodle soup moeten eten. Als je het lekker dat liedje op achtergrond kunt doen. Ja, als we de vocht en al even gaan laten. Dat is echt een chicken noodle soup geweest, toch? Nee, waarschijnlijk doen ze daar in Amerika nog echt een stukje kip erin. Oh, lijkt me zo. Echt een stukje. Ik wil ramen eten. Dat is me ook met ei, maar ik wil ook geen ei. Ik wil een keer graag kimchi met ons eten, maar het schijnt echt best wel pittig te zijn. Kimchi? Ja, dat is het is net als met augurken, maar dan met witte kool. En dan doen ze dat een hele pittige saus. En dat is kimchi eigenlijk. Kimchi. Maar daar hebben ze dus ook een noodles variant van. Wij lijken wel op elkaar. Jawel, we lijken wel op elkaar. A little bit. I'm a little bit.
over belicht. We zijn allebei een beetje over belicht, maar we zitten precies hier tegenover het raam, dus. Vandaar dat het een beetje raar licht is. Soms. Maar laat ook eventjes weten wat jullie favoriete noedelsmaak is. Die van mij is dus kip. Mij ook. Dus laat maar eventjes weten in de comments welke noedelsvariant die van jullie favoriet is. Want misschien ga ik die wel een keer proberen. Zij het eende smaak heeft of krap, want dan eet ik het niet. Of garnalen. Nee, ook niet. Ga je echt garnalen. Ik vind garnalen vies. Ik vind ze schattig. Ik vind ze alleen lekker als ze gefrituurd zijn. Dat trouwens niet op de geluiden van de buren. Wil jij deze nog? Wil jij deze nog? Heb je genoeg? Maar jij mag. Ik hoef niet mee. Misschien eet ik dat zo meteen nog op als ik dit op heb. Oh, je doet maar. Niet afsluiten, hè? Oh, wat is dit? Ja, dat is een beetje hard geworden. Maar zet hem maar even goed op, want ik zie het al gebeuren dat je hem laat flikken. Kop eraf. Op. Ja, dat is zo'n Rutger altijd. Dat zo'n Rutger laat, omdat het zo is. Dan zegt hij, hang hem op. Hang hem op. Eet maar lekker rustig hoor. Ik ben toch nog bezig met mijn water. Trouwens, ik las er zoiets echt een fucking eng complottheorie over Lady Gaga. Want ik snap het niet helemaal, want het is nog best wel moeilijk beschreven. Maar als zij had volgens mij, ik zeg niet of dat waar is, maar ik kreeg er wel de rillingen van. Dat zij ene Lisa of Lina iets had nagedaan, omdat tenminste zij was dood. Tenminste, diegene is dood gegaan. Maar Lady Gaga schijnt er zo overgenomen te hebben. Blijkbaar of zo. Ze zegt aan de kant. Ze zong in het liedje Aura over dat ze een keer haar former, dus haar voorganger, heeft vermoord of zoiets. En dan kreeg ik wat een fuck. Maar ze lijken wel echt, ze lijken sprekend op elkaar. En ze waren echt geen zusjes. En volgens mij ook geen beste vriendinnen. Dus wel creepy. Ik zal het straks laten lezen als ik het weer kan vinden. Maar echt, what the fuck. Dan niet. Even nog lekker van mijn wand genieten. Stay high, baby doll. Ga je dat straks wel zelf weggooien dan? Ja. Oh, je hebt weer je noedel laten vallen. Wat doe je nou steeds? Nu jouw noedel. Oké. Bij deze wil ik de video afsluiten. Mijn naar zeep. Oh, maar deze is afgewassen. Doe je dat niet? Eeuw! Laat maar. Pak maar een rietje maar. Dus dan zie ik jullie graag weer bij de volgende. Doei! Ik heb hem uit. Oké, dat jij hem uit. Doei!